En welkom bij Tees. Het is dinsdag vandaag en dat hebben we zelf even uitgeroepen tot dag van de body and soul. Maar maak je niet druk, niet te veel soul, vooral heel veel bodies in alle vormen en maten. We hebben hele lange uitgerekte bodies op de catwalk van Dior. We hebben verwende, verveelde bodies op de rode loper in Hollywood. We hebben gewillige slachtofferbodies, dat zijn onze eigen redactieleden van Tees. Die gaan aan de oogmaskers. En Ingeborg van der Does, visagiste bij Amsterdam Angels, komt na de reclame even laten zien hoe je die bodies ook vol met glitters kan besmeren. Dat is namelijk mode. Maar eerst gaan we kijken naar een reportage die ik heb mogen draaien. Dat was heel leuk. Over Ayurveda. En dat is een 5000 jaar oude manier om die body en soul in hele mooie harmonie te brengen. Ik ben vandaag te wit, want we vereren de berggod. En dat is, it's blue or black, right? To worship the mountain god? Black. Black, oké. Dus ik mag in het zwart nu. Ik kan ook even met dit doen. Ik heb het alleen. En bells you can... Oké. Klaar om te dansen. We have bad side and good side. So just surrender that and birth. And say, we try to do good things. But we know it's impossible to be everything good. So that surrendering will always give a courage to grow in a good way. You have always choice to choose. So that is, the stripes know well. They never say only good people they like. They like all. They pray for the whole world. And their worship also like this. All the things inside this big bundle. And they walk like this, praying and chanting and dancing. So Ayurveda means the science of life. Ayurveda is a medicinal system. Yes. And I believe all the other medicines came from this. This is the mother of all medicines. I think all over the world when you take the old culture, everybody was taking the nature's things for healing. And how does it treat people, Ayurveda? It is not treating. Treating we do when it is very, very necessary. But it is preparing your body and mind to resist disease, to give immunity, and to prevent disease. Mijn naam is Cor Peters en ik ben een Ayurveda-therapeut. En dit is de praktijk wat jullie nu hier zien. Dat is de praktijk van dokter Mohana en ik. Wij doen hier samen dus de Ayurveda. Kun je uitleggen wat een dosha is? In de Ayurveda werk je in principe met bio-energieën. Hè, dat wordt Vata, Pitta en Kapha genoemd. En als die verstoord zijn, dan spreek je eigenlijk over dosha. Zou je wat voorbeelden kunnen noemen van mensen waarin de Vata, Kapha of Pitta-energie heel sterk aanwezig is? Nou, Jim Carrey is een voorbeeld. Als wij die zien, dan is dat wel een duidelijk Vata-type. Iemand met heel veel bewegelijkheid, met heel veel energie. En om een voorbeeld te geven van Kapha, dat is bijvoorbeeld Winfrey Oprah. Dat is een persoon die heel erg down to earth, heel erg bij de basis, heel erg ook bij zichzelf zit. Dat zie je ook.
Nou, Pita zijn mensen die zijn vrij vurig. Mensen die, ja, die echt ergens voor gaan. Het zijn ook mensen die vaak de motor zijn achter bepaalde dingen. Die volg je. De Pita mensen die zorgen ook voor een beetje levendigheid. Ja. Ja, denk je, wat staat zij daar te kung fu? Maar dat hoort nou ook weer bij die Ayurveda. Eigenlijk horen heel veel dingen bij Ayurveda. En eigenlijk heel veel dingen die mensen in India gewoon in het dagelijks leven hebben geïntegreerd, komen daar ook weer vandaan. Dus bijvoorbeeld die lekkere curry die je eet bij Bundy House. De mix daarvan is ook Ayurvedisch bepaald, eeuwen geleden al. Om je lekker te doen voelen, om je net een beetje op te peppen met die pepers, maar ook weer een beetje zoet om die doosjes ook weer te verzachten. En dat Marcel As was ook heel mooi. De jongen die dat deed, was de zoon van Mohana en Cor. En ik vind hoe Mohana en Cor die Ayurveda naar Nederland hebben gebracht en hier een eigen stukje India hebben gecreëerd. En ook hun zoon die heel erg met de oude Indiase cultuur bezig is, maar ook hele toffe films maakt met special effects. Dat is ook een hele Ayurvedische manier van leven. En daardoor was ik ook onder andere erg geïnspireerd. Verder ben ik erachter gekomen dat ik nogal van het nerveuze vata luchttype ben. Dus ik meteen naar de bodyshop om daar de Ayurvedische shampoo te halen. Want dat kan tegenwoordig ook natuurlijk allemaal. Aan de ene kant denk ik van, oh wat zonde dat al die leuke, beetje esoterische, zweefachtige dingen die zo ontzettend worden vercommercialiseerd. En aan de andere kant denk ik wat fijn dat daardoor heel veel mensen met dat soort dingen ook in aanraking kunnen komen. En dingen kunnen vinden, aspecten van bepaalde theorieën en medicinale praktijken zou kunnen vinden die voor hun werken. Want er is zoveel out there. En ik ga het allemaal voor jullie uitvinden.